Dit is de eerste keer dat wij daadwerkelijk een zomerpakket mee naar huis geven. Want kinderen op deze school krijgen elke dag al een gratis lunch, omdat ouders het vaak niet kunnen betalen of het niet meegeven aan de kinderen. Maar nu de vakantie aanbreekt, vervalt dus die dagelijkse maaltijd. Dus nou van Naba. Nou, het pakket is heel gevarieerd. Er zit van alles in. Wat hoop jij dat in het zomerpakket zit? Eten. Vooral veel snoep. Zo mogen de chipjes niet ontbreken. Chocola, ja, misschien. Dan hebben we natuurlijk ook nog de hagelslag. Zonnebrandcrème. En voor na het zwemmen, na de lekkere douchegel, de shampoo. En zo kreeg de oudste van elk gezin een zomerpakket mee. En dat op de laatste schooldag voor de vakantie. En voor de leerlingen van groep 8 was het zelfs de allerlaatste dag op deze school. Ahmed, blijf even staan, jongen. Hey, wat hebben jullie vandaag gedaan op de laatste schooldag? Alleen maar, ja, gewoon niks. Opruimen. Film gekeken, opruimen en ja, dat was het. Waar ga je naartoe? Nikki. Ik ga naar Roerkluze. Oftewel Schönle. Je is toch lekker op vakantie? Ja. Ja. Nou, veel plezier met vakantie. Jullie hebben ons niet makkelijk gemaakt dit jaar. Jullie mogen nog even meelopen richting het techniek lokaal. Daar staan de zomerpakketten. We geven het pakket mee met de oudste van het gezin. Dus ieder gezin krijgt één pakket. Wij kunnen geen onderscheid maken. Het hele verborgen armoede is inderdaad verborgen. Dus we weten het van veel mensen niet. De zomerpakketten worden betaald door het Jeugdeducatiefonds.